Hallo, vandaag wil ik weer een boekje voorlezen van Woesel en Pip. Daar staan een heleboel verhaaltjes in. En het boek heet Op zoek naar de slorde En het verhaaltje heet Verstoppen. Woesel en Pip dragen samen een geheim cadeau voor wijze varen. De hondjes hebben ieder een stuk van een strik vast. Ze willen het cadeau verstoppen achter hun hok. Dan, zien ze, dan ziet wijze varen het vast niet. Leuk hè, Pip? Mompelt Woesel. Want hij kan niet goed praten met het lint in zijn bek. Opeens staat Pip stil. Sst, fluistert ze. Stil eens, daar is de wijze, wijze varen. En hij mag het cadeau niet zien. Ze duiken weg achter een struik. De wijze varen heeft niets in de gaten. Hij bestuurt nog steeds een het eendagsvliegje met zijn vergrootglas. Hmm, wat zou je toch doen als je maar één dag, als je er maar één dag bent? Zegt hij pijnzend. Nou, de tovertuin is in elk geval een goede keuze, kleintje. Wat nu, Pip? Fluistert Woezel achter de struiken. Pip denkt na. Ik weet wat. Ik leid de wijze varen af en dan verstop jij het cadeautje achter ons hok. Pip denkt na. Oh nee. Oké, okay, zegt Woezel. Pip springt achter de struiken vandaan en gaat voor wijze varen staan, zodat Woezel... Stiekem achter hem kan wegglippen. Hallo, wijze vader. Ze moet vlug iets verzinnen om hem af te leiden. Uh, denkt u dat het vandaag nog gaat sneeuwen? De wijze vader kijkt op. Het vliegje cirkelt om Pips hoofd en vliegt dan weg. Dag, Pip, zegt hij vriendelijk. Sneeuwen, zeg je? Dat denk ik niet hoor. Hij kijkt omhoog. De winter is voorbij. Dan voel, dat voel ik aan mijn oude bladeren. Pip geeft Woezel stiekem een knipoog. Dat is het teken dat hij achter de struik vandaan kan komen. Woezel ziet het en sluipt zachtjes naar het hok. Maar dan komt het vliegje weer voorbij gevlogen. De wijze varen willen weer achteraan gaan. Met zijn vergrootglas. En het vliegje komt recht op Woezel af. Oh, roept Pip snel. De wijze vader kijkt om en Woezel duikt vlug in een struik vol bloemen. Oef, net op tijd. De wijze vader heeft hem niet gezien. Hij kijkt verstrooid om zich heen. Waar was ik gebleven? Oh ja, één dag in de tovertuin. Waar is dat fraaie beestje? En hij loopt recht op de bloemen af, waarachter Woezel zich verstopt heeft. Woezel houdt zijn adem in. De wijze vader mag hem niet ontdekken. Maar dan krijgt hij een kriebel in zijn neus. Woesel begint te niezen. Ha, ha, ha. Au, au, roept Pip vlug. De wijze vader draait zich geschrokken om. Weg van Woesel. Het werkt. Tjoe! Klinkt dat vanuit de bloemenstruik. Auw, zegt Pip, mijn pootje. Zit daar soms een doorn in? Iets sprikt. Ze houdt haar pootje vlak voor de bril van wijze varen. Achter hem komt Woezel te tevoorschijn met het cadeau. Hij sluipt naar de volgende struik. Oh jee, Pip, laat eens zien. De wijze varen kijkt door zijn vergrootglas. Naar het pootje van Pip. Hm, ik zie niets. Hij wil zich alweer omdraaien om te kijken waar het vliegje is gebleven en Woezel houdt vlug een tak voor zich. Pip zucht. Woezel heeft geen goede verstopdag vandaag. Ze moet snel iets nieuws verzinnen. Uh, wijze varen? Zegt Pip. De wijze vader kijkt weer naar haar, haar in plaats van naar de woezelstruik. Ja, Pip, vraagt hij. Meisje, wat heb je een hoop vragen vandaag? Eh, uh, Pip. Heeft u misschien uh, uh, Woezel zijn rode bal gezien? Oh, laat me raden, bromt Wijzevaren. Is Woezel de nieuwe bal, bal nu al kwijt? Ja, ik dacht het wel. Pip knikt heftig terwijl ze onopvallend achter de Wijzevaren probeert te kijken. Woezel is bijna bij het hok. Jullie maken er ook altijd een rommel van moppert de Wijzevaren. Nou, kom maar mee dan. Ik weet waar alles ik weet waar alles is. Hij wil zich omdraaien. Bijna ziet hij Woesel. Ja, inderdaad, ontbreekt Pip hem. Ondertussen houdt ze Woesel in de gaten. Wat weet u, toch veel gaat ze verder. Bijna alles. Ik zou de hele dag naar uw verhalen kunnen luisteren. Nou, alles, alles. Best wat in elk geval. De, de wijze vader glundert. Maar wuift het compliment weg met haar bladeren. Woezel glipt achter het hok en verstopt het cadeau. Hij haalt opgelucht adem. Het is gelukt. Hé hey Pip, roept hij. En die springt van achter het hok tevoorschijn. Kom je even? Oh, sorry, wijze vader. Woezel roept me. Pip kijkt hem lief aan. Ik moet naar hem toe. Even kijken of, uh, of alles goed gaat, roept ze gauw. En ze rent naar het hok. Uh, oh, uh, natuurlijk. De wijze vader kijkt haar verbaasd na. Het vliegje komt weer voorbij gevlogen. Ha, roept hij vrolijk. Eens even bij de biblioboom opzoeken, waar ik dat vliegje voor één dag blij mee kan maken. De wijze vader struikelt bijna over een schepje. Van wie is die nu weer? Hij zucht. Pff. Dat ging maar net goed, Pip, zegt Pip opgelucht als ze bij het hok aankomen. Zegt dat wel, knikt die Woezel. Pip kijkt tevreden naar het cadeau dat veilig achter het hok staat. Als we er nu nog iets overheen leggen, dan is het echt goed verstopt. Ze duikt het hok in en rommelt tussen het speelgoed. Woezel, weet jij waar mijn prinsessencape is? vraagt ze. Woezel steekt zijn hoofd naar binnen. Weet ik niet, ik heb er niet mee gespeeld. Nou, dan pak ik jouw super -cape wel, zegt Pip. En ze springt het hok uit. Samen verstoppen ze het cadeau onder de keep. Klaar? Roepen ze in koor, dat was het verhaaltje weer voor vandaag.